In mijn voorgaande filmpje heb ik de binnenunit laten zien. Nu sta ik op het platte dak waar onze buitenunit hangt. Hoeveel lawaai maakt nou eigenlijk zo'n buitenunit? Hij draait nu. Ik zal even dichterbij komen. Dit is voornamelijk de wind die je hoort. Als je ervoor zat, voel je best wel veel wind er vanaf komen. Verder hoor je eigenlijk niks. Het grappige hierbij is zelfs dat ik, nadat die geplaatst was, de installateur gebeld heb en gezegd: hé, die buitenunit die staat niet aan, want ik hoor hem niet. Maar dat was niet zo, hij stond gewoon aan, want anders hadden we een foutmelding gekregen. Even iets verder weglopen, dat jullie kunnen zien hoe het staat. De kabels en leidingen die gaan door de doorvoer waar in het verleden het rookgaskanaal zat van de cv-ketel. En hieronder, daar staat de binnenunit. Nog één keer van dichtbij. Het is gewoon één grote ventilator die draait. Ik hoop dat dit een goed beeld gegeven heeft. Je hoort het al wel. Hier hebben we meer lawaai van de N331 die langs Zwartsluis loopt dan van de warmtepomp. Dus de buitenunit van de warmtepomp aan het westpunt Zwartsluis.